Dat is misschien wel de beste voetballer. Zeker in België, die zo makkelijk alles doet lijken. Dus. Keepers waar ik echt een voorbeeld aan neem, is dat eerder de Duitse keepersmarkt, zoals Neuer, Ter Stegen. Dat zijn wel keepers waar ik naar opkijk. Eentje waarmee ik samen heb gespeeld, die mij als jonge gast ook veel begeleid heeft, is Laszlo Keuteles. Die nam mij dan wel onder zijn vleugel. Ik denk een van mijn laatste matchen met Genk, ik denk tegen Salzburg thuis, maak ik een foutje. Word ik ook uit de ploeg gezet. Dat was mentaal heel moeilijk. Maar achteraf gezien ben ik wel blij dat ik die periode zo vroeg heb meegemaakt in mijn carrière, want daardoor ben ik mentaal wel heel sterk geworden. Wat ik vooral merk hier in Mechelen is, of het nu slecht of goed voetbal is wat we brengen, dat als je je kop ervoor gooit, dat de supporters en iedereen er rond heel content is. Dus ik zou zeggen, jonge spelers, gewoon hard trainen, altijd vechten, dat wel het belangrijkste is hier. Dat is mijn dromen. Ik denk toch Kevin De Bruyne. Dat is misschien wel de beste voetballer, zeker in België. Die zo makkelijk alles doet lijken. Dus.